Het tweede eindspel wat ik wil bespreken is dat van geblokkeerde randpionnen. In deze stelling is dat pion A5, pion A6. Met nog een pluspion op de andere vleugel. Het is vaak lastig om snel te beoordelen of die stellingen nou gewonnen zijn of remise zijn. Deze stelling komt uit de partij Vidanova-Balier, of eigenlijk uit de analyse, uit een variant. Het is niet echt op het bord gekomen. En wit zou hier verder gaan met koning E5, koning H7, koning F5, koning H6, koning G4, G6. Ruilen en er is een stelling op bord gekomen met een vrij pion op G5 en twee geblokkeerde randpionnen. En de vraag is, hoe beoordeel je dit nou? Ik zal eerst weer een paar theoretische stellingen laten zien en dan komen we hier terug. Hier hebben we de eerste theoretische stelling van dit eindspel. In dit geval is wit degene met de pluspion, die op F5. En waar het om gaat is dat de witte koning naar A6 gaat lopen. Die slaat hij en daarna moet hij zo snel mogelijk koning B7 spelen. Als wit met zijn koning op B7 komt, dan wint hij. Dan is zijn A-pion niet meer te stuiten. Omgekeerd, zwart gaat F5 slaan en moet daarna zo snel mogelijk naar C8 lopen. Als zwart met de koning op C8 kan komen, dan is het remise. Dus het is een race, wie is als eerste? Nou, we zullen straks zien dat wit in die race twee zetten voorsprong heeft. Dus in deze specifieke stelling, waarin die pionnen elkaar nog niet geblokkeerd hebben, is het heel belangrijk dat wit A5 speelt. Waarom? Nou, als hij dan straks op A6 heeft geslagen, is hij in één zet op B7. En dus A5 is een winnende zet. Zodra je met je randpion over het midden bent, dan win je. Precies omdat je dan in één zet op B7 kunt komen. Dus dit zal verder gaan met koning G7. Koning E5. Nou, dit is het moment voor wit om zijn pion los te laten. En de koning komt op B7 en de A-pion loopt door. Dus deze stelling is gewonnen. Hè. Zodra je randpion over het midden is, win je dit soort stellingen. Dit zijn de stellingen die Dvoretsky zeg maar de normaalstellingen noemt. De pionnen aan de A-lijn zijn geblokkeerd op A4, A5, dus zijn we op het midden van het bord. En de witte pluspion bevindt zich op de lijn van H3 naar C8. Hè. Zeg maar, dat is de lijn die zwart straks moet volgen om zo snel mogelijk met zijn koning op C8 te zijn. Dus als die pion op die lijn staat en zwart doet straks koning maal F5, dan is hij dus zonder vertraging zo snel mogelijk E6, D7 op C8. Nou, deze stelling is remise. We kunnen het gewoon even uitspelen. Je kunt ook de pijltjes tellen. Hè. Je kunt ook de stapjes voor jezelf tellen. Zwart heeft nodig 1, 2, 3, 4, 5. En wit heeft nodig 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus zwart gaat dit remise maken. En zwart komt als eerste op C8 eerder dan dat wit op B7 komt. Dus hij kan de witte koning inboksen of hij kan met zijn koning op A8 komen. Dus dit is remise. Nou, en dan wordt het interessant, hè? Gegeven dat de normaalstelling remise is, hoe kun je dat dan gebruiken om andere stellingen te beoordelen? Nou, zeg maar, de normaalstelling is remise, dus dat wil zeggen de pion op A4 en A5 en de witte pluspion ergens op de diagonaal H3, C8. En wat je moet denken is, wat is er beter en slechter voor beide kanten in de partijstelling ten opzichte van de normaalstelling? Nou, als je naar deze stelling kijkt, dan kun je zien dat de geblokkeerde randpionnen staan twee velden verder naar beneden. Dat wil zeggen dat als de witte koning straks A3 ophaalt en hij moet naar B7 toe, dat hij dan twee zetten extra nodig heeft. Dus dat is twee tempi in het voordeel van zwart. Maar als we naar de F-pion kijken, die F-pion is ook twee velden verder omlaag ten opzichte van de normaalstelling. En dat betekent dat zwart, als hij één keer F3 geslagen heeft, ook twee zetten extra nodig heeft om op C8 te komen. Dus die twee
tempi aan de ene kant en die twee tempi aan de andere kant, die vallen tegen elkaar weg. Nou, en verder heeft wit hier nog een voordeel dat hij met de koning voor de pion staat. Dat betekent dat, dat de zwarte koning nog weer een zet extra nodig heeft om op bij f3 te komen. Dus vergeleken met de normaalstelling zou je kunnen zeggen staat het hier 3-2 in het voordeel van wit. Hè? 3 tempi beter voor wit versus 2 tempi slechter voor wit. Dus dat valt in het voordeel van wit uit. Dus deze stelling is gewonnen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan koning e4. Nu moet zwart koning e6 doen. Ja, hij mag niet een zet als koning g5 doen, want dan gaan we gewoon, gewoon winnen met de vrije f-pion. Dus dat kan niet. Dus hij moet koning e6 doen. En nu begint wit al met zijn oversteek naar de a-lijn. En zwart heeft 3 zetten nodig om die f3-pion op te halen. En dat doet hem de das om. Dus. Nou, nu is er al oppositie, dus nu gaat hij het al niet redden. En die a-pion is door. Dus dat is hoe je deze stellingen moet inschatten. Dan zijn we weer terug bij de variant van Vidanova tegen Balier, deze stelling. En met zeg maar, de theorie die we nu hebben gehad, is het makkelijk om te zien dat deze stelling remise is. De g-pion staat op de diagonaal. Hè. In dit geval moet je kijken naar de diagonaal h6-c1. Dat is de diagonaal die de witte koning moet lopen om zo snel mogelijk bij c1 te zijn. Dus dat is zeg maar gunstig voor wit. Als hij die pion slaat, is hij in no time op c1. En de a-pionnen die staan niet op het midden van het bord, maar die staan één veld verder naar boven. Dus de zwarte koning heeft meer tijd nodig om op b2 te komen. Dus deze stelling is dan ook remise. Dus dat kun je beredeneren met de theorie die je net gehad hebt. Maar als je tijd hebt, zou ik ook altijd even gewoon de tempootjes tellen. Dus je kunt hier tellen voor wit 1, 2, 3, 4, 5, 6. En je kunt ze tellen voor zwart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus het is overduidelijk dat deze stelling remise is. De witte koning komt zelfs op A1 met remise.